Pinochet, de nummer 7 van de ranglijst, ontvangt op eigen veld Amsterdam. Achter Den Bosch de nummer 2 van de ranglijst. Maar na 7 minuten neemt Pinochet al verrassend de leiding. Het is Kari Stam hier, die een goede aanval over rechts afrondt en keepster Anne Veenendaal van dichtbij passeert. Goede goal van Pinochet, 1-0 dus na 7 minuten. Dan doet Amsterdam iets terug, want dan krijgt hij een enorme kans. Dit is Ilse Capelle met een goede actie. En dan moet Vee van der Els natuurlijk de gelijkmaker scoren. Maar die bal wordt uitstekend van de lijn gehaald. Hier zien we dat nog een keer. Backhand van Capelle en dan de rebound van der Els. Moet natuurlijk het doelpunt zijn, maar werd keurig van de lijn gehaald. Dan gaat Pinochet gewoon door. Het is Maxime Kerstelt die hier de bal krijgt. Goed wegdraait. Een schitterende backhand passeert zij Veenendaal voor de tweede keer. En is het 2-0 voor Pinochet. En dat na 14 minuten spelen. Goeie goal van Kerstholt. Pinochet speelde goed in deze fase. En vlak voor de rust wordt het zelfs 3-0. Want het is wederom Maxime Kerstholt met een uitstekende backhand. Wat is het toch gevaarlijk, deze spits van Pinochet. Overgekomen van Laren. Zij scoort de 3-0. Vlak voor rust wordt het nog erger voor Amsterdam. Want het is Kelly Jonker, oud-international, die tegen haar oude club de 4-0 scoort. Een sensatie hangt in de lucht daar in het Amsterdamse bos. En Pinochet staat met rust met 4-0 voor tegen Amsterdam dankzij deze goal van Kelly Jonker. Dit zijn beelden uit de tweede helft en Pinochet gaat gewoon door. Want het wordt zelfs 5-0. Wederom Kelly Jonker met haar tweede van de middag scoort de 5-0. En Amsterdam ziet er verslagen uit. Ze worden ook bij vlagen weggespeeld. En dan wordt het tijd bij die 5-0 achterstand dat Amsterdam iets terug gaat doen. Hier een goede aanval van Amsterdam. En het is Michelle Filet die de bal makkelijk in een leeg doel kan schuiven na een foutje in de verdediging bij Pinochet. 5-1, maar heeft Amsterdam nog tijd genoeg om dat te herstellen? Het staat 4 doelpunten achter. Krijgt een strafcorner, 2 minuten voor tijd. Het is Michelle Filet met de push. En uiteindelijk is het... De bal op de lijn gestopt door Anouk Stam met het lichaam. De inzet van Felice Touzgueul. Zien we hier duidelijk dat die bal gestopt wordt op het lichaam. Dus een terechte strafbal voor Amsterdam. Michelle Filet oog in oog met Kiki Gunneman. Die stuurt zij de verkeerde kant uit. Dus is het 5-2. Gunneman die overigens woensdag ook bij Nederland-België aanwezig is als keepster in de Pro League wedstrijd. Dan vlak voor tijd deze strafcorner nog. De tip-in van Maria Verschoor. Het is de 70ste minuut, dus voor Amsterdam geen tijd meer om die achterstand goed te maken. Dus Pinochet wint sensationeel met 5-3 van Amsterdam.